Dit is Weg met de Bijbel, een podcast van TWR. Fijn dat je luistert. Mijn naam is Astrid Verdes En vandaag ga ik het hebben over Gods stem in en door jou heen. Ja, jouw stem doet het toe. Wist je dat? Je hebt invloed met je stem. En God wil niet alleen tot jou spreken, maar ook door jou heen spreken tot anderen. En jouw stem is belangrijk... Want door jouw stem heen kan Gods stem ja, vertolkt worden voor de wereld om je heen. In Romeinen 8, vers 19, daar staat dat heel de wereld smacht naar het openbaar worden van de kinderen God. Dus dat betekent alle mensen die jij dagelijks ontmoet op je werk, op de sportschool, openbaar vervoer, in de winkel, in je buurt. Dat de mensen die Jezus nog niet kennen en naar smachten, dat jij en ik zichtbaar worden. Dus we leven in een wereld ja, van nood, van angst. Zoveel mensen leven tegenwoordig uh, in angst door de oorlogen, door COVID wat er geweest is. Uh, zoveel onzekerheid. En dan zegt de Bijbel, de wereld smacht ernaar dat jij en ik bekend worden. Waarom? Wij hebben... Een goede boodschap te brengen. En jouw stem doet ertoe. Jij kan met jouw stem Gods Vaderhart vertolken. De strijd om jouw stem, er is strijd om jouw geluid in jouw omgeving, in het stukje tuin wat God jou heeft toevertrouwd. Daar hebben we het al eerder over gehad dat God ons een stukje tuin heeft toevertrouwd, als het ware een geestelijke tuin, waar, waar je woont, waar je werkt, begeeft dat deel in de samenleving. Wat God jou toevertrouwt, waar je van invloed mag zijn. Waar je verandering mag brengen. Dat kan zijn je gezin, je familie, de buurt, het werk. Leslokaal, teamruimte, afdeling, kantoor, supermarkt, noem maar op. Dat is jouw stukje tuin. En er is strijd om jouw stem. Om Gods stem door jou heen te vertolken. En jouw mond is als het ware een boodschappen van God. Het bijzondere is dat. God zelf creëert door woorden, dat hij creëert door stem. En het bijzondere van jou en mij is dat wij de enige in de, sch in de hele schepping zijn die ook een mond hebben gekregen om te spreken, zodat wij ook kunnen creëren met woorden dat we van invloed kunnen zijn, dat door onze woorden dingen veranderd kunnen worden. Met je stem ja, jouw stem moet je niet alleen gebruiken om te spreken, jouw stem is ook nodig om van invloed te zijn. En God wil door jou heen werken zodat jij verandering mag brengen in jouw omgeving. En ik geloof dat dit ook de tijd is om niet langer stil te zijn, maar dat we ook uit onze comfortzones mogen komen om onze stem in te zetten. Weet je? Om een voorbeeld te noemen, als je, op je, als je ergens komt in een kamer en er wordt geroddeld. Er wordt kwaad gesproken. Wat doe jij dan? Zeg je er wat van? Durf je er wat van te zeggen? Durf je het gesprek om te keren. zodat het niet kwaad gesproken wordt, maar juist positief gesproken wordt? Weet je, soms we, vinden we het angstig om uit onze comfortzone te komen. Om te spreken in situaties als er onrecht is, om juist recht te spreken. Of ja, daar waar nood is of wanhoop, om hoop te spreken. Maar de stem, de tong is een krachtig wapen. Het is maar een heel klein onderdeel van het menselijk lichaam, maar het is zo krachtig. En we mogen die gaan inzetten. En het is ook belangrijk, want als jij je invloed verliest, dan pakt de wereld die. In Esther 4, vers 14 staat ook, want er wordt tegen Esther gezegd... Als jij je in deze tijd in diep stilzwijgen hult... dan zal er vanuit een andere plaats verlichting en verlossing voor de joden komen. En wie weet of jij niet juist voor een tijd als deze tot deze koninklijke waardigheid gekomen bent. Ook tegen Esther werd gezegd, als jij je mond nu niet open doet... weet je, dan komt er misschien wel ergens anders verlossing van... Maar God wil jou inzetten. En in dit geval om een heel volk te redden. En zo wil God ook Zijn stem laten klinken door jouw mond heen. Jouw stem doet ertoe. Jouw stem is nodig. En soms kun je ervaren, er zit gewoon een hangslot op mijn mond. Ik, misschien luister je en je zegt: Ja, ik, ik zou het wel willen, maar. Net of ja, zit er een blokkade op mijn, op mijn mond? Dan wil ik nu al bidden dat het hangslot eraf gaat. Dat de blokkade eraf gaat. En dat ook elke vorm van angst om te spreken, dat dat zal wijken in Jezus' naam. Weet je, God wil jou vrijmoedigheid geven. Hij wil jou een vrijmoedige boodschapper maken van zijn waarheid. En dit is de tijd ervoor. En weet je, en dat je angst kunt ervaren, dat is niet zo gek. Dat is zo mensen eigen. Alleen de angst, daar moet je niet in gevangen blijven. Het moet je niet verlammen. Want Gods woord zegt ook, angst voor mensen is een valstrik van de boze. Maar als we gewoon eens kijken naar voorbeelden in de Bijbel van mensen die ook angstig waren om te spreken. Nou, Mozes, die zei, Heer, ik ben geen goed spreker. Dat is altijd al zo geweest en er is geen verandering in gekomen. En ik kan moeilijk uit mijn woorden komen. Nou, misschien herken jij dat ook wel. Dat je denkt, ja, ik ben niet echt een goed spreker hoor. Ik kom ook moeilijk uit mijn woorden. Maar weet je wat God tegen Mozes zei? Ik zal bij je zijn als je moet spreken. En ik zal de woorden in je mond leggen. Want wie heeft de mensen mond gegeven? Nou, wie heeft jou een mond gegeven? God toch? Nou, hij zal je de juiste woorden op het juiste moment ingeven door zijn heilige geest. Hij zal het aan je bekend maken. Maar ik moet ook wel weer lachen. Om, uh, als ik denk aan uh, Jeremia. Jeremia, hij was nog maar heel, uh, heel jong. Hij was nog maar een jongen. En toen zei hij van... Uh, Heer, maar ik ben veel te jong om te spreken. En dan zegt God ook van, van... Weet je, wees niet bang. Wees niet bang. Want ik zal de woorden in je mond leggen... zodat je zult weten... Wat je moet zeggen, wat je moet spreken. En zelfs Paulus, het voorbeeld van Paulus. Paulus zei, toen hij ging spreken, toen hij erop uitging, hij zei: Ik beschik ook niet over uitzonderlijke welsprekendheid of wijsheid. En bovendien kwam ik bij u in al mijn zwakheid, angstig en onzeker. Weet je, zo kunnen wij ons ook voelen. Misschien voel jij je ook wel onzeker of onbekwaam of angstig. Maar vandaag is de dag dat je daar mee mag breken. Weet je, God wil je daarvan vrijzetten. Want hij wil juist jouw mond inzetten. Omdat jouw woorden hebben kracht. En de Heilige Geest wil jou, jouw mond gebruiken om van invloed te zijn in dat stukje tuin waar hij jou geplaatst heeft. Nou, hoe, hoe kun je dat dan doen? Hoe kun je nou van invloed zijn met je, met je mond? Het mooie is, vind ik, over een van de gaven van de Heilige Geest die God ons gegeven heeft, is de gave van profeteren, van profetie. In 1 Korinthe 14, vers 31 staat, want u kunt allen de een na de ander profeteren, opdat alle leren en bemoedigd worden. En in 1 Korinthe 14, vers 1 staat ook, jaag de liefde na. Streef naar de gaven van de heilige geest en vooral dus van profetie. Elke gelovige kan profiteren. En wat is nou profiteren? Bij profiteren luister je naar wat God wil zeggen, zodat je de ander daarmee kunt opbouwen, bemoedigen of troosten. Het is eigenlijk het goud de schatten in de anderen tevoorschijn halen. En het resultaat is dat de ander daardoor moed krijgt, hoop voor de toekomst, ja, richting krijgt voor de volgende stap. Het is altijd opbouwend, bemoedigend, troostend. En hoe geweldig is, daarom geloof ik ook dat, 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 hij, dat, uh, dat in de Bijbel staat dat, dat we allemaal kunnen profiteren. En ja, hoe, hoe begin je daar nou mee? Nou, de eerste stap daarmee. Is dat je stil wordt voor God. En dat kan als ochtend zijn, dat je gewoon God vraagt: Heer, wie mag ik vandaag bemoedigen? Over wie mag ik vandaag profiteren? En weet je, profiteren heeft verschillende levels. Maar de eerste level is gewoon te starten door anderen te bemoedigen. En als jij de Heilige Geest vraagt: Wie mag ik vandaag bemoedigen? Wie zit er even doorheen? En wie mag ik een, een vertroostend woord uh, geven? En wilt u iemand aanwijzen? En je zult verstel staan. hoe de Heilige Geest door jou heen gaat werken. Hoe hij jou gaat inzetten. Want hij wil niets liever. Hij wil dat jij je mond. Uh, ja, open doet. En dat jij je gaat. Uh, ja, gaat uitspreken. bemoedigende woorden. die God je laat zien. God kan ook woorden van kennis geven. Dat is ook een van de negen gaven van de Heilige Geest. Een woord van kennis is bijvoorbeeld. Dat je iets over iemand anders weet. of een situatie weet. die je van nature niet zou kunnen weten. Het kan zomaar zijn. dat God laat zien. hé, hey, die persoon heeft. Ja, toen ze vier jaar was. een auto-ongeluk gehad. en heeft nu een zere knie. Zou zomaar kunnen. Dat weet je uit jezelf niet. Maar de Heilige Geest maakt dat bekend. om uh, in het gesprek te laten zien... Hey, God weet meer over jou... dan je in de gaten hebt. Hij is begaan met jouw leven, met jouw situatie. En dan kan het zijn dat de heilige geest je aandringt... om bijvoorbeeld te bidden voor diegene. Dat je woorden uitspreekt... van genezing. Is dat niet geweldig, hoe God jou wil inzetten? Het mooie is, vind ik... God geeft ons dus allemaal een stukje tuin... waar we van invloed mogen zijn. En waar we verandering mogen brengen. En... In Ezekiel wordt gesproken ook over een stuk tuin, wat verwoest lag, wat afgebroken was, en uh, waar God zelf weer wil gaan beplanten en gaan herbouwen, wat afgebroken is. En ik wil die tekst even voorlezen met jullie. In Ezekiel 36, vers 35 en 36 staat: Dit land dat verwoest was, is als de hof van ede geworden. De steden die verwoest lagen, verwoest en afgebroken, zijn versterkt en bewoond. Dan zullen de heidevolken die om u heen overgebleven zijn weten dat ik de Heer ben. Zelf herbouw wat afgebroken is en beplant wat verwoest is. Ik de Heer heb gesproken en ik zal het doen. Het mooie is dat het stukje tuin wat God jou toevertrouwt, de mensen waar jij van invloed op mag zijn, je mag dat zien als een stu stukje hof van ede. Dat wat verwoest is. In ons dagelijks leven, in onze gezinnen, uh, op onze werkplekken. Als daar een verwoest stukje land is, waar dingen kapot zijn gemaakt, afgebroken, weet je, dan wil God jouw stem inzetten dat wat verwoest is, weer heel maken. Dat wat ja, geruineerd is, weer te herstellen, opnieuw te beplanten. In dat stukje tuin waar jij verantwoordelijkheid over hebt, over de mensen. Die God jou heeft toevertrouwd, dat je dat weer als de hof van Eden mag maken, dat de herstel mag komen, dat de genezing mag komen, dat de woorden van opbouw mogen komen. Jouw stem doet er toe. En zoals Esther, wil ik ook tegen jou zeggen: van wie weet ben jij geboren als het tijd van deze. Als jij je mond nu niet open doet, dan komt de verlossing, de redding ergens anders vandaan. En ik wil gewoon. Op dit moment bidden dat God vandaag iemand op jouw pad mag brengen. Iemand, ja, die, die misschien wanhopig is, een stukje bemoediging nodig heeft, of wat dan ook. Dat jij dat stukje land mag bewerken met woorden van hoop, troost, bemoediging. Misschien krijg je een profetie, misschien een woord van kennis. Wat God je ook maar laat zien, dat je daarin mag gaan uitstappen. Onbevangen. In Jezus' naam. Amen.